Zo. Hallo. 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 Probeer ik te werken, ja? Maar ik ben weer te boven, ja. Oh. Doei. What's good, Kjafem? Het is weer een feest. We zijn weer klaar om een filmpje te maken voor het universum. Inderdaad, dat gaan we vandaag doen. Let's fucking go, papi. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van mij. Ik ben... Wat? Lego. Ja? Dankjewel. Hey, you know. Jij bent ook aardig. Okay. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Kelvin, ook wel Calvin. En mocht je nou nog geen onderdeel zijn van de Kelvin, de meest irritante familie van... Nee, helemaal niet. Sorry, het woord irritant kwam in me op, omdat ik mezelf al de hele dag een beetje irritant vind. Soms heb je van die dagen dat je denkt, I don't know man about the day, but yeah. Maar mocht je nog niet geabonneerd zijn op mijn kanaal, doe dat dan sowieso eventjes door op abonneer te klikken. En volg me even op Instagram, dat zou fantastisch zijn. Daar doe ik mijn best, weet je wel. Ik bedoel, deze foto maakt zichzelf niet. Ik moet echt moeite doen. Goed, legendarisch dat jullie weer kijken. Het is tijd voor een nieuw gevecht. Jazeker. Ik heb een aantal weken geleden dit conceptje geïntroduceerd. Nou, jullie vonden het heerlijk. Jullie hebben lopen smullen, het is niet normaal. Jullie chapten het hele concept. Alsof het pussy was. Gadverdamme zeg. Oké, misschien niet de beste vergelijking ooit, maar ik jullie vonden het wel leuk. Mocht je nou denken, hè, wat de fuck is dit nou? Nou, kijk, er zijn bepaalde YouTubers die stappen de ring in om elkaar kapot te slaan en dat noemen ze dan een gevecht, weet je wel. Dan is het gewoon, wie is de beste? We zullen er na een paar rondes achterkomen. Dan heb je YouTubers die elkaar kapot maken in diss tracks. Fabiola. En Fabiola is geen YouTuber trouwens. Hoe noemt zo iemand zichzelf? Dat is de vraag. Een influencer? Oké. Ja, leuk. Nou, goed. Leuk dat je er was. Ja. Ja, dankjewel. Gaan we. Ja, dag. Hey, sommige mensen die maken diss tracks over elkaar of die vechten in de boksring of weet ik veel wat ze allemaal doen. Vandaag gaan we het op mijn manier doen. Namelijk op basis van de meest objectieve tool ever in the history of mankind. Een polletje. Oh my god. Oh my god. Ja, ik heb vandaag deze story geplaatst. What's good, Kelvin? We gaan even een leuk quizje spelen. Ik wil dat je de komende 10 stories gaat stemmen op je favoriet. En je hoeft niet per se op mij te stemmen omdat dit mijn account is. Maar stem gewoon op wat jij het beste vindt. Dus je hoeft het niet voor mij te doen. Ik wil je objectieve mening weten. Oké. Ja, het is letterlijk exact dezelfde als die ik met StukTV had geplaatst. Maar ik had gewoon even geen zin om een nieuwe te maken, weet je wel. Soms is het gewoon lezen, soms een beetje moeilijk, weet je wel. En waar het op neerkomt, ik heb 10 stories geplaatst, 10 polletjes met stellingen tussen mij en een andere YouTuber. Je zal het al wel gezien hebben aan de titel. En zo motherfucking knol. Oh yeah, the man himself, the myth, the god. De vlogkoning van Nederland heeft een fatsoenlijk YouTube kanaaltje, jazeker. En vandaag ga ik de strijd aan met Enzo zonder dat hij het weet. Om te achterhalen of Nederland, mij of Enzo de beste YouTuber. Het wordt een heftige strijd, dames. Het wordt pittig, het wordt heftig. Er gaat bloed vloeien, er worden tranen gelaten. Ja, ik vind het heel erg moeilijk. Let's go. Calvin versus Enzo Knol, wie is het beste? We gaan het zien. What's good? Ik pak even een telefoontje erbij. Ik heb de stories er inmiddels een tijdje op staan. Dat betekent dat er een aanzienlijk aantal mensen zijn geweest die dachten, nou, het is wel geinig, weet je. Grappig man, ik ga wel even stemmen. Oh, nog één. Oh, nog even stemmen. Ah, het is leuk joh. Ja, ook leuk. Is ook een potje. Ik wil wel even stemmen. Nog één. Wat leuk joh. Ook heel leuk dit. Oké, goed. Dat was een van de meest overbodige impersonaties ooit. Maar je snapt wat ik bedoel. Ik heb een paar stories geplaatst. Daar zitten polletjes in. Stellingen zo van, ja, wie heeft de leukste, mooiste linkerkuit, Enzo Knol of Calvin? Dan gaan mensen stemmen. En elke ronde kan er 1 punt verdiend worden. Tot de finale ronde. De finale ronde met de hamvraag, wie is de beste YouTuber? Die is een aantal meer puntjes waard. Maar hoeveel precies? Dat zal ik je straks vertellen. Veel kijkplezier, let's do this. Stelling nummer 1. Welke YouTuber is het grappigst? Oh my god! Ja hoor, ja hoor. Deze vind ik altijd tricky. Kijk, ik profileer mezelf natuurlijk als comedy. Ik heb even mijn loop in mijn oor te peuteren, man. Ik kan toch niet? Zeg er eens wat van. Hoe kan ik er van leren als je er nooit van, wat van zegt, weet je wel? Ik profileer mezelf natuurlijk als comedy-YouTuber, weet je wel. En dat moet je waarmaken. Dan moeten mensen je grappig vinden. Dan moeten mensen achter hun schermpje zitten en denken... zo! Die gast, die is leuk. Dat is echt grappig, ja. Ik ga op mezelf stemmen. Gewoon puur even voor het goede geluk. 83% voor Calvin. What's good, motherfuckers? Mocht je nou denken, hey Kelvin, dit is jouw eigen Instagram. Dat zijn jouw volgers, weet je wel. Die zijn toch niet objectief? Nou, dat dacht ik vorige aflevering ook. Tot ik zeg maar voor werd ingemaakt door Giel, Thomas en Stefan. What the fuck? Nee!
Nee! 59% stuk tv, ja. Stuk tv, nee! 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 Nou, ik dacht, deze is kat in het bakje, weet je, wat zijn mijn volgers? Maar niet eens minder waar. Welke YouTuber heeft het mooiste logo? Kijk, mijn logo is natuurlijk gewoon nog steeds hetzelfde. Enzo's logo, het is een subtiel, het is een goed logootje. Ik heb wel eens naar het logo van Enzo gekeken en gedacht, nou, dat is een goed logo. Dat is een lekker logootje, dat kan je niet ontkennen. Het komt omdat het subtiel is, het is goed, het is catchy, je kan het natekenen, het is één kleur, één unit en het is ook nog functioneel. Kijk even dat cameraatje zweven boven die hand. What the fuck? Wie dit heeft bedacht is een epic motherfucker. Mijn logo daarentegen is simpelweg een paprika. Met mijn letter erin. En het steeltje is ook van de letter. Ik ga mezelf stemmen. 56% voor mij. Dat is wel close. Close call, motherfuckers. Ik had niet verwacht dat het makkelijk zou zijn. Ik bedoel, ik neem het op tegen Enzo motherfucking Knol. De man met 2 punt nog wat miljoen abonnees. Ik weet het niet precies. Maar van tand hoeveel. Desalniettemin sta ik 2-0 voor. What's good, papies? Welke YouTuber heeft het mooiste copy? Ja. Dat uiterlijk is natuurlijk ook belangrijk op YouTube. Kijk, weet je, vandaag zie ik er een beetje achterlijk uit. Komt omdat ik wat plekjes heb. Ik heb een beetje kou gevat. En dat is niet leuk, maar dan gaat mijn kop wordt een beetje wild. Ik ga voor Enzo. Ik vind, het gaat me net iets te ver om mezelf het knapste kopje te noemen. Serieus. 81% voor mij. Nou, dat vind ik echt heel erg een adel van jullie. De mooiste kopje hebben. Je gaat mijn mooiste kopje hebben. Dat vind ik echt leuk. Maak nou eens een zin af! Ik heb het in de klas en dit. Oké, de volgende. Het staat 3-0, dames en heren. Ik heb het gevoel alsof ik kans maak vandaag. Ik maak kans deze dagen. Serieus, papies. Welke YouTuber draagt de tofste kleding? Met een screenshotje van mij op een glas. Of een screenshotje van Enzo in een blauw skipak. Ik weet niet wat het is, maar ik vind het tamtoe hard. Ik zal je eerlijk vertellen. Het is misschien een beetje een nogal bijzondere outfit. Het is niet iets waarvan je zou denken, nou, het is dinsdagochtend. Ik ga naar school, VWO, klas A4A. Ik doe even dit aan. Nee, dat zou je niet zo snel hebben met deze outfit. Desalniettemin denkt Enzo, fuck jullie allemaal. Ik ga het gewoon doen. En dat is wat ik wel kan met hem praten. Ik ga op Enzo stemmen. Ook ikke. Oh my god, damn. Oh my god, damn. Oké. Zelfvertrouwen gaat omhoog. Altijd goed. Kom op, boys. Ik heb 4 goed, dames en heren. Ik ben gewoon de 4. Ik ben gewoon 4de. Nah, ik snap er niks van. Oké, we gaan door met vraag nummer 5. Let's hit it, papies. Met welke YouTuber zou je wel eens de fietsvierdaagse willen fietsen? Balvijn of Enzo Knol? Dan kan ik je vertellen, ik ben een fietsende motherfucker. Ik doe het nooit meer. Echt nooit van mijn leven. Kijk, dat is als je van een boerderijtje komt en je school staat tantoe ver weg, dan moet je gewoon tantoe ver fietsen. Dat is gewoon een beetje hoe het werkt. Enzo daarentegen komt wel uit Assen. Daar heb je ook een vierdaagse. In de buurt. Ergens. Volgens mij. Als ik het goed heb. De feiten. Je weet niet hoe het is. Wanneer is het eind van de wereld? Apocalypse is coming. Ik ga op Enzo stemmen. 73 voor Calvin. Hey, what's fucking poppin', boys? Hey, ik heb het idee dat de mensen die mij volgen, dat het niet precies het publiek is van onze grote Enzo. Wat betekent dat het misschien een beetje uit balans is. Maar dat maakt niet uit, weet je wel. Ik bedoel, we zijn waardige tegenstanders. Laat me gewoon even genieten, ja. Laat me even genieten van het feit dat ik... Ik bedoel, ik heb de vorige keer snoeihard verloren van stuk. Vandaag mag ik ook wel even... Kom op, gun me dit even. Deze cactus gun me het ook. Snap je? Dus het is belangrijk dat we elkaar dingen blijven gunnen. Welke YouTuber wordt het oudst? Calvin en zijn knol. Ik betwijfel het, man. Je weet het niet. Kijk, Enzo vlogt elke tandtoedag, hè. Dat is op een gegeven moment word je daar gewoon moe van. Dan denk je gewoon, het is klaar. Ik zet er een punt achter. Dit was mijn leven. Dus daarom ga ik voor op mezelf stemmen. Ik 62% voor Calvin. Dit begint een beetje ongemakkelijk te worden. Misschien denk je, wayo, Calvin, je hebt al gewonnen. Nou, dat is niet helemaal waar, want de allerlaatste vraag is 3.226.512 punten waard. Welke YouTuber is stiekem een robot van een andere planeet? Ik weet niet eens. Deze vraag ook. Heb je een punt als je dit bent of juist niet? Dat snap ik überhaupt niet. Ik denk dat ik voor mezelf stemmen. Enzo heeft deze gewonnen. Dit is...
enige vraag die Enzo wint is gewoon een fucking rare ook. Jullie zijn echt de savage. Jullie zitten gewoon. Jullie zijn gewoon Enzo aan het trollen. Het begint een beetje droevig te worden, mensen. Welke YouTuber had als eerste 10 miljoen abonnees? Nou ja, waarschijnlijk Enzo. Omdat deze man 2 miljoen abonnees heeft, dat betekent dat we er allebei nog ver vandaan zijn. Maar ik denk dat mensen denken, nou, deze man die heeft tot 2 en die komt hartstikke dichtbij. Ik denk het wel hoor. Ik bedoel, ik heb de hele tijd op Kelvin gestemd. Ik ga nu even op Enzo stemmen. Welke YouTuber had als eerste 10 miljoen abonnees, dames en heren? Ik stem op Enzo Knol. En ja hoor! Enzo heeft even gewonnen. Enzo heeft deze even gewonnen. Jazeker. Ik vind het spijtig. Ik bedoel, ik had het wel fijn gevonden als mensen geloof in me hadden dat ik nog een goede eindsprint kon maken. Maar blijkbaar is het weer te veel gevraagd, weet je. Wat is die naam hier? Wat is de onzin? Oké, tot zover deze young sessie. We gaan door met de meest heftige strijd ooit, die al een beetje gestreden is. Maar alsnog, ik bedoel, we hebben lol met elkaar. Beseffen trouwens net dat ik al tante lang bezig ben op YouTube, maar echt lang ook gewoon. En dat ik momenteel gewoon precies hetzelfde doe als wat ik vroeger ook al deed. Gewoon zitten en de oren van je kop aflullen. En je blijft ook kijken. Dat is bizar. Het is bizar. Bizar wat hier gebeurt. Ik vind het bizar wat hier gebeurt. Het is bizar wat hier gebeurt. Goed, we gaan hem door. Welke YouTuber werkt het hardst? Calvin of Enzo Knol? Ik denk dat mensen op Enzo Knol stemmen, want hij vlogt elke dag. En dat betekent dat je wel hard werkt. Met andere woorden, Enzo Knolles. Mensen hebben toch voor mij gekozen. Ik weet niet of dat terecht is, jongens. Ik denk oprecht dat we met z'n allen het dagelijks vloggen en het goed in elkaar zetten van zoiets. En het ervoor laten zorgen dat het ook nog fucking bekeken wordt. Wordt sterk onderschat. Absoluut. Als je naar Enzo's kanaal kijkt, je kan alleen maar die kudo's geven, weet je wel. Je kan alleen maar accepteren dat deze man kan het. Goed, terug naar de... Oké. Het is zover. We zijn er. Het moment is daar. Het moment is officieel... fucking aangebroken. De hamvraag. Wie is de beste YouTuber? Is dat in de linkerhoek Calvin, a.k.a. mezelf? Of is dat in de rechterhoek Enzo Knol? We gaan het zien. We gaan het zien. Ik stem op Enzo. Of op mezelf. Of op Enzo. Of op mezelf. Of op Enzo. Ik stem of op Enzo of op mezelf. Nou, nu ik je toch je aandacht heb, abonneer even op mij. Dat zou ik waarderen. Abonneer even, klik even op het knopje. Dan ben je voor altijd onderdeel van de Kelfam. Dan kun je voor altijd mijn video's blijven kijken. Er komt even een shit aan, je weet wat ik doe. En volg me ook even op Instagram. Dat zou ik ook prettig vinden, jazeker. Waarom fluister ik? Ik weet het niet. Soms moet je gewoon even fluisteren in het leven, snap je? Je hoeft niet altijd luidruchtig te zijn. Denk eens aan je buren. Goed! Die stem van mij is nu helemaal naar de tering. Als Enzo het is, dan gun het. Ik gun hem het. Er zijn volgens mij weinig YouTubers die hun spraakgebrek gewoon zo vaak in de edit laten. Dat is echt. Waarom doen jullie dit? Ook dit er weer in laten. Jongens, ik ben aan het stikken hier. De allerbeste YouTuber. Ik stem op mezelf. We zullen het weten in 3. 2. 1. Ja! 75% voor je boy was good. Ik moet zeggen dat ik hem al redelijk zag aankomen. Wat jij niet ziet aankomen is deze bitch op mijn nek. Later, tot volgende week. Was good, motherfuckers.